Er zijn verschillende manieren om filmpjes te downloaden van YouTube. Vooraleer we ingaan op de praktische kant van de zaak, is het goed dat je op de hoogte bent van een aantal technische zaken over YouTube. Allereerst is het zo dat YouTube-video's eigenlijk flash-video's zijn. En dat heeft zo zijn gevolgen. Windows Movie Maker kan bijvoorbeeld geen flash-bestanden importeren. Als je dus het YouTube-filmpje nog wil bewerken, dan zul je het eerst dienen te converteren naar een werkbaar formaat, zoals bijvoorbeeld AVI of QuickTime Movie. Dat kun je doen met een aantal videoprogramma's, en daar is vaak wel wat kennis van zaken vereist over de bitrate, de resolutie en dergelijke meer. Gelukkig zijn er ook andere oplossingen. Er zijn namelijk heel wat online diensten die het werk voor een heel groot stuk uit je handen nemen. Een van de meest interessante is momenteel uconverted.com. Het principe is belachelijk eenvoudig. Navigeer eerst naar YouTube en kopieer in de adresbalk de URL van het filmpje dat je wil downloaden. Ga vervolgens naar www.uconverted.com en klik op het tabblad Convert Online Video. In het eerste tekstvak plak je de URL van het YouTube-filmpje. In het e-mailveld eronder vul je een geldig e-mailadres in. En in de uitklaplijst tenslotte selecteer je het gewenste doelformaat. AVI is heel vaak een uitstekende optie, omdat het een goede verhouding geeft tussen kwaliteit en bestandsgrootte. Klik daarna op de knop Converted. Het filmpje wordt momenteel geconverteerd. Als alles klaar is, krijg je in je mailbox een mail met daarin een link. Klik op die link om het bestand te downloaden en bewaar het ergens op je computer. Afhankelijk van de dienst die je kiest, blijft de link geldig voor een beperkte tijd. 1 dag, 7 dagen, soms 2 weken. Op uConverted blijft de link minstens 1 week geldig. Er is bovendien ook geen limiet op de grootte van het bestand dat je wil converteren. Merk trouwens ook op dat je deze dienst voor heel wat andere conversies kunt gebruiken. Als je het filmpje wil afspelen in Windows Media Player, dan zul je op een standaard Windows systeem waarschijnlijk ofwel een foutmelding krijgen, ofwel heb je klank zonder beeld of iets dergelijks. Dat komt omdat je niet de gepaste codec hebt geïnstalleerd. Vooraleer je een codec installeert, is het aan te raden de Media Player af te sluiten. Om te achterhalen welke codec je dan wel nodig hebt, installeer je G-Spot. Ga naar Google, tik G-Spot in, download het programma en installeer het tenslotte. Je kunt gerust alle standaard instellingen accepteren. Start vervolgens G-Spot op en open de AVI. G-Spot meldt dat in dit geval de codec MP4 werd gebruikt om de film te comprimeren en dat deze codec inderdaad niet op het systeem geïnstalleerd staat. Om het bestand te kunnen afspelen en het dus te kunnen decomprimeren, heb je deze codec nodig.
Tik in Google MP4 codec in en download de codec. Op deze pagina vind je alvast wat je zoekt. Open het zipbestand en installeer de codec. Vergeet ook niet dat iedereen die deze film zal willen bekijken, hetzelfde zal moeten doen. Terwijl je toch bezig bent, kan het geen kwaad om ook meteen de meest courante codecs op je systeem te installeren. Die worden vaak in één bestand gebundeld. Tik bijvoorbeeld in Google XP Codec Pack in en download en installeer het programma. Let wel. Niet alle codecbundels zijn even betrouwbaar. Sommige hebben virussen aan boord. Best eerst even scannen dus. Ook hier kun je rustig alle standaardinstellingen accepteren. Speel nu de film af met de media player en alles zou nu in orde moeten zijn. Als je wil, kun je het filmpje ook nog verder bewerken in een videobewerkingsprogramma, zoals Windows Movie Maker. Nog een afsluitende tip. Op flwiblogt.wordpress.com vind je ook een paar alternatieve diensten, zoals Zamzar en Media Convert. Klik op YouTube Download en Conversie en ergens onderaan de lijst vind je een blogpost die specifiek handelt over downloaden van YouTube. En op deze pagina vind je ook nog een heel mooie opsomming. Let wel, niet alle diensten converteren meteen ook het filmpje. Veel succes!